Ik begin maar eens helemaal bij het begin. Hè. Kijk, je kunt op twee manieren, als je een liedje gaat schrijven, kun je op twee manieren kun je dat gaan doen. En vaak loopt het ook wel een beetje door elkaar. Maar je hebt muzikanten die beginnen altijd met de melodie. En je hebt muzikanten die beginnen altijd met de tekst. En soms loopt het een beetje door elkaar. Ik begin zelf bijna altijd met de tekst. Maar dat ligt gewoon aan mij. Dat ligt gewoon aan mij. Soms heb je ook wel eens dat mensen zeggen van, dan heb ik zo'n mooie melodie in mijn hoofd, daar ga ik een tekst bij maken. Dat doe ik ook wel eens een keertje. Maar dat heeft iets te maken met de manier waarop ik schrijf. Kijk, dit is een workshop liedjes schrijven. Dan gaat het natuurlijk vooral over hoe schrijf ik liedjes. En ik schrijf een bepaald soort liedjes. Ik schrijf, dat noem je wel een beetje een cabaret-achtige stijl van schrijven. En dat kan ook best een heel serieus lied zijn. Maar dan zit er altijd een bepaalde, laat ik zeggen, een bepaalde boodschap. Of je werkt, zeker als het een cabaretliedje is, dan werk je naar de climax. En heel vaak zit de ontknoping van het liedje vaak aan het eind, hè, bij een cabaretliedje. Dat het dan of net even helemaal omgekeerd wordt of zo. Dus dat is een bepaalde manier van schrijven. Dus bij mij zijn de teksten heel erg belangrijk. Details zijn heel erg belangrijk bij een liedje. Een soldaat van het leger des heils die met een collectebus gaat, die kan een wereld oproepen van allerlei mensen die zich vrijwillig inzetten voor hun naasten. Hè. Dus als je dat allemaal lekker op je laat inwerken, hè, dan kun je soms zomaar een insteek vinden om een tekst te gaan schrijven. Kinderen, dat is ook al een oneindige bron van inspiratie. Kinderen kunnen je soms op een heel ander spoor zetten. Dus ik ga jullie nu 2 minuten geven om het idee te bedenken waar jij een liedje over gaat maken. En dat mag je ook ontlenen aan iets wat je hier ziet. Een thema of zo. Ja, een thema. Van het liedje moet daarover gaan. En in principe kan het er nu overal over gaan. Dan ben ik even stil, dan gaan jullie eventjes deze kaart. Kijk, misschien vertel ik wel een heleboel dingen waarvan je denkt van ja, dat wist ik eigenlijk al. Maar soms is het wel handig als iemand dat een keer zegt, hè. Want dan wordt het even, kijk. Een liedje, dat kun je eigenlijk vergelijken met een magieblokje. Magieblokjes ken je wel, hè? Nou, wat is nou het kenmerk van een magieblokje? Je hebt maar een heel klein blokje nodig. Dat gooi je in de pan en dat heeft een gigantische uitwerking. Nou, bij een liedje heb je maar heel weinig tijd. En je hebt maar weinig lengte. Je kunt niet hele lange zinnen maken. Hè? Je kunt al bijna niet met commas werken en zo. Dus je moet proberen om in een minuut of 3, zoveel duurt het niet, moet je proberen om je boodschap door te geven. Dus je hebt veel minder speelruimte dan wanneer je bijvoorbeeld een boek gaat schrijven. Hè?